Nou, wie wij zijn is klip en klaar. Wij zijn Pieter Nel en Thomas Vaar. Die wel zoveel wijsheid claimen. Om het jaar eens goed met u door te nemen. En we beginnen met een wijze les. Handel nooit als Heracles. Als je eens iets nieuws wilt bouwen, kun je ik weet niet wat verstouwen. Maar wil in je geheugen prenten, het draait altijd om de centen. Met die centen in de tuk, scheelt het wel een geweldig stuk. Maar moet je ruimte gaan verhuren, ja, dan kan het nog even duren. Met als gevolg nog maar één ding, en dat is een mooie nieuwe tweede ring. Ja. Zeg Pieter Nel, ik heb een idee. Het zit ons eigenlijk wel mee dat ik dat zomaar kan verzinnen. Laat Hornbach aan die ring beginnen. Die kan best zo'n klusje klaren. En het zou een hoop bezwaren sparen. Thomas Ver, wat knap bedacht. Ik had dat nooit van jou verwacht. Want is niet Hornbachs visioen, er is altijd iets te doen. En zo is het ook nog wel iets flinkers dan die flauwe grap destijds van Vinkers. Precies, gedaan met al die grijze muizen. Almelo moet ouderwets gaan bruisen. Ja, maar niet zoals vaak bij die stier. Ik bedoel, op het plein bij Willem IV. Ben je lekker aan het stappen en dan gaan ze daar weer bonje trappen. Door die opgeschoten blagen word je bont en blauw geslagen. Ja, ja, en met zoveel VVD'ers in de raad heb je al gauw meer blauw op straat. Nou, ik zeg, voor het nog meer ontaardt, geef ze een gele of een rode kaart. En dan ben ik weer terug waar ik begon. Op het Heracles-gazon. Volgens mij is het Heracles. Jij moet nodig eens op spraakles. Het jaar, dat merkt wel iedereen. We gaan er kris en kras doorheen. Zeg, heb jij het al gezien? De kop van Zuid, die ziet er nu ruimteachtig uit. Daar is een spacebank neergezet. Het lijkt wat op een kruisraket. Nee, ik moet je corrigeren. Dat ding staat Okkels te vereren. Eén van Almelo's grote zonen, die hier wel 3 dagen kwam wonen. Ja, ja, zijn moeder moest hem nog verschonen. Maar toch goed dat we hem zo belonen. Nou, dan wil ik wel eens zien wat ze bedenken voor Bertien Stenberg en Herman Vinkers en Ilse de Lange. Die mogen toch ook wel iets verlangen. En Tom Egbers van de sport, die komt ook nog iets tekort. Die laat zich trouwens vaak ontvallen dat Heracles moet voetballen. Toch kun je aan die spacebank merken dat het nieuwe stadsplan nu echt gaat werken. Eindelijk luistert men naar de goede raad. Men houdt zich aan de Almeloze maat. Van Woudenberg ruimt op. Met vaart. Hij was altijd al opgeruimd van aard. Ja, maar hij vindt alles gauw iets en veel te duur. Je kunt het zien aan de cultuur. Nou, dat doet hij anders heel secuur. De bieb ligt boordevol lectuur. Ja, ja, en ook qua nakst en de natuur staat Gerrit vaak een prachtfiguur. Helaas verdween ook menige sculptuur. En waar ze zijn, dat blijft obscuur. Maar ook in onze kring raakten we veel kwijt. Jan Roehoff en Jaap van Zelm, ze zijn uit de tijd. Namen met een gouden rand geschreven. Mannen die jarenlang zeer gedreven veel voor onze kring hebben gedaan. Dat zal niemand zijn ontgaan. En daarom zeggen we met één zwaai, Jan en Ja, bedankt. Het was fraai. Het jaar, dat merkt wel iedereen.
We gaan er kris en kras doorheen. Ja, en waar ze ook goed op besparen, is het aantal ambtenaren. Er zijn er al velen van hier vertrokken. En die maken nou weer elders brokken. Ja, ja, dat is maar makkelijk en niet terecht. Een ambtenaar doet wat hem wordt gezegd. Dus als zijn baas zegt, wij gaan bouwen, dan heeft hij maar zijn mond te houden. Maar nu is het er eindelijk door. Wij krijgen een nieuw stadskantoor. En op een plaats, mijn grootste wens, geen 100 meter van die mens. En Andela die roept daarbij, geen cent te veel kost het bij mij. Dat zal ook best. Hij heeft geen keus. Die heeft het echt niet luxueus. Het geld is op, dat ligt in het water. Dat waterrijk, dat sloeg een krater. In de begroting van Jan. En die plukt daar nu de vruchten van. En die zijn wrang, dat weet ik zeker. Die van Marle, die ziet steeds maar bleker. Maar toch is er geen echte nood. Want anders was zijn kleur wel rood. Wel, nee. Thomas Vaar, Jan blijft gewoon bij het CDA. Die gaat echt Jan Hamming niet achterna. Het jaar, dat merkt wel iedereen. We gaan er heel gewoon maar dwars doorheen. Maar sommigen, zoals een Poolse heer, maken gebruik van eenrichtingsverkeer. Ze krijgen een kaartje naar Berlijn, zodat ze weer eventjes niet hier hoeven te zijn. Ja, ja, je bent toch wel in een bijzondere positie als je zo'n douw krijgt van de politie. Nou, Teven kon het niet bijster waarderen. Dan had hij maar wat meer van de praktijk moeten leren. Ook een staaltje van praktijkles was de ontsporing van de NS. Jonge, jonge, wat een schuiver. Zoiets, dat kost een lieve stuiver. Maar dat zwaaien en dat zwenken zette mij toch aan het denken. Stel, zo'n trein gaat van het pad bij ons hier midden in de stad. Ja, dat wil je echt niet weten. Alle reden om te zweten. Het is ditmaal goed afgelopen. Maar wat te doen? Ik tel mijn knopen. Nou, ik ben benieuwd. Dat moet ik zien. Haal jij bij tellen wel dat de 10? Het jaar. Dat merkt wel iedereen. We gaan er kris en kras doorheen. Zeg Pieter Nel, over tellen gesproken. We moeten nog een ander vuurtje opstoken. Wie pakt straks bedroefd zijn biezen omdat niemand hem wilde kiezen? Ja, in maart. Dan is het weer zover. Eerst wat weken politiek. Geblair en daarna een college breien, bestaande uit 35 partijen. Ja, ja, men splitst maar af, gaat op de loop en kennelijk altijd in de hoop dat het dan weer beter gaat als men in zijn eentje staat. Wijsheid hoort bij een bestuurder, maar eigen wijsheid maakt het wel duur. Zeg, Pieter Nel, wat denk je? Zou Gijs Stork al dromen dat hij nog eens terug zal komen? Gaan de ouderen op hem stemmen? Of valt hij door de mand? Die Gijs zit niet op pluche, die zit op klittenband. Het jaar, dat merkt wel iedereen. Wij gaan er kris en kras doorheen. Ik was ook nog tot mijn spijt. Misschien raken wij de rechtbank kwijt. Nou, dat zal de gemeente best wel raken. Want niemand zorgt voor zoveel zaken. Zo'n klant is nimmer te vervangen. Tenzij je iemand op wilt hangen. Het gaf de rechtbank veel krediet. Dat touwtrekken met Pieperiet. Dat waren korte metten toen. In Almelo was altijd wat te doen. Nog even dan. De binnenstad. Een politiek dossier zo spiegelglad. En het levende bewijs dat water heel vaak kan zorgen voor een kater. Maar
met de financiële hulp van Zwolle genieten we dan straks ten volle alle mensen, groot en klein, van Sinterklaas aankomst op het Marktplein. College behoedde ons echter voor het gevaar dat we ook weer volgend jaar, daar het ergste zien van alle rampen, een kerstboom met die blauwe lampen. Tot slot, Pieter Nel. En Thomas Vaar. Wensen u allen een gelukkig nieuwjaar.